Peer, wat doe jij hier? Ik kom je bevrijden, want je moet iets doen voor mij. Wat moet ik doen dan voor jou? Zo bevrijden? Ik snap het niet. Vertel. Je moet terug in de tijd gaan, zodat ik weer bij jou ben. Dat dit nooit is gebeurd. Dan heb ik nog 2 ogen en een leuke jeugd. Dus je wil dat ik jou... Dat ik terug in de tijd ga en dat het me gaat lukken om jou terug te halen? Dat wil je dus? Dan wil je me bij helpen? Ja. Oké, nou, hoe wil je me daarbij helpen? Wat kun je eraan doen dan? Ik heb iemand voor je meegenomen, maar ik moet nu wel gaan. Wie heb je meegenomen dan? Daar. Daar? Oké, dankjewel! Dat ben ik! Wat? Zie ik dit nu goed? Ben ik dit zelf? Ja, dat ben je. Dat ben ik zelf. We zien elkaar, we zien onszelf. Wat doe je raar? Doe normaal. Waarom klink je zo raar? Hoezo klink ik zo raar in de toekomst? Hoe kan dat nou? Ja, maar weet je wat er bij is gebeurd? Er is zoveel gebeurd in de afgelopen 30 jaar. Ah, je wilt niet weten wat er is gebeurd. Er is zoveel gebeurd. Ik zag Peertje, ik wilde Peertje terug. En, oh ja. Doe rustig of zo. Hoe kan ik zo zijn geworden in 30 jaar tijd? 30 jaar tijd, dit kan ik niet. Hoe kan ik zo zijn geworden? Dit is niet te geloven. Doe nou eens rustig. Rustig. We moeten opschieten, want voordat je te weet zijn ze hier. En dan zijn we veel te laat. Daar komen ze al. Wat? Daar komt hij al. Er is er één. Oké, kom eens ook weer op. Links, rechts, links. Wat is deze allebei de kanten? Hier, Ronnie, hier moeten we in. Oh nee, kom mee. We moeten opschieten. Kijk, je moet weer in het gat. Maar dit is dicht. Hoe kunnen we hier doorheen? Ik heb gewoon een sleutel bij me. Ja, je moet weer in het gat. Maar ze staan achter ons. Ga, schierop. Schierop. Gaan. Ah, daar komen ze aan. Tempo maken, tempo. Wat is dit nou weer? Dit zijn lasers. Schierop, je moet eerst gaan voordat ze... Daar zijn ze. Oké, ga al eerst. Hier over de lasers. Als we hier overheen gaan en ik raak dit, dan gaan we dood. Dan gaan we zeker dood. Daar heb je helemaal gelijk in. Oké. Hier is het doorheen. Ja, ik ben er doorheen. Nu jij nog. En de politie staat daar te kijken. En te kijken. Ze komen niet achter ons aan. Oh, dit was paniek. Ja, ik vond het wel leuk. Het was spannend. Kunnen we nog een keer zo teruggaan of niet? Doe normaal. Hoe kan je zo gek zijn geworden in 30 jaar tijd? Ze volgen ons gewoon niet. Oké, we kunnen even tot rust komen. En wat is dit dan weer? Wat de hel? Wat gebeurt er als we daarin springen? Ja, dat wil je wel weten! Oké. Kom, we moeten even tot rust komen, allebei. Ja, lijkt me een goed plan. Oh mijn god, wat klinkt je raar. 30 jaar later is het helemaal onder het bloed. Wat is er met jou gebeurd allemaal? Echt, rode ogen zelfs? Oké, ze volgen ons echt niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Ze durven het niet. De politieagenten, dat zijn watjes. Watjes uit deze tijd. Watjes, ik zie het al. Watjes. Nou, ik vind het heel raar. Leg eens uit. Waarom zit je onder het bloed en wat is met jou gebeurd de afgelopen 30 jaar? Oké. Nou ja, de afgelopen 30 jaar. Ja, er is echt veel te veel gebeurd om uit te leggen, maar oké. Ik leef 30 jaar al, nou ja, niet 30 jaar. Ik leef de laatste 15 jaar sowieso al op straat. En daarom zit ik onder het bloed. En ik heb niks om in te wonen. En die Nookie, ze moet dood. Dood, hoor je me? Dood? Ja, daar ben ik een voorstander van. Nou ja, dood hoeft niet per se van mij, maar ze moet gestraft worden. En wat is er met Peertje gebeurd? Want Peertje die mist een oog blijkbaar. En blijkbaar heb jij dat gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. Maar dat was een ongelukje. Een ongelukje. Ik heb hem bedreigd met de vork omdat ik hem terug wilde hebben. En voor ongeluk zat het vorkje ineens in zijn oog. Wat? Hoe kun je dat in zijn oog stoppen? Dat kan je niet doen. Peer is een onschuldige, lieve man. Maar goed, ik moet terug in de tijd. Waar is die tijdmachine? Leid me naar die tijdmachine. Oké, kom maar mee. Volg me maar. Ik volg je. Moeten we hier overheen? Oké, dit komt vast wel goed. Oké, ga verder. Snel, we moeten tempo maken. En nog eentje verder. Oh, het speest hem helemaal eronder. Oké, ik heb het gehaald. Nog eentje, kom op. Ja, ik volg je. Oké, en nu? Door deze deur of waar moeten we heen? Ja, kom maar mee. Door deze deur. Ik doe de deur open. Doe jij de deur trouwens maar open. Wat er hierachter zit. Dat is niet normaal. Wat is dit? Lava? Maar dit is onmogelijk! Ken je dat gevoel ook?
dat je ineens super veel trek hebt in een ijsje. Oh, ik heb echt trek in een lekker ijsje. Dan heb ik de perfecte oplossing voor jou. Het nieuwe ijsje van Dumbo is echt overheerlijk. Hij is te halen in de supermarkt bij jou in de buurt. Maar dit is onmogelijk, dit kunnen we helemaal niet. Jawel, dit is leuk, dit gaat zo leuk worden. Oké, ik ga wel eerst, ik laat wel zien hoe het dit moet. Oké, daar gaat hij. Ah, ja, dit gaat helemaal goed. Oké, moet ik dit nu ook gaan doen? Oké, ik ga het proberen. Tja, dit gaat goed. Oh, maar deze is wel heel erg ver. Ja, het gaat goed. Ah, dit gaat zeker goed, ik vind het zo'n leuk spelletje. Oké, ik kom eraan, ik volg je. We moeten ontsnappen. Oké, deze nog. En nog hierheen. Ja, dit gaat perfect. Ja, dit gaat zeker perfect. Kom mee, we moeten verder, want daar is nog een deur. En dan gaan we er doorheen. Ja, ik zie daar die deur. Ik hoop dat de laatste deur is, dat daar het einde is. En de weg naar die hele mooie... Oh nee, dit is heel moeilijk. Tussen twee lavastralen heen. Kom op, Marnikker, uit het verleden. Nee, uit de toekomst. Nee, uit het verleden. Dat bedoel ik. Je kan dit. Ja, ik kan dit zeker. Ik kan dit. Dit gaat goed komen. Oké. Ja! Ja, dit is goed gekomen! Ik wist wel dat je dit kon, Marnikker, uit het verleden. Oké, nu door deze deur. En dan zien wij iets heel moois. Oké, wacht op mij. Wacht op mij. Oké, ik ben er. Oh nee, stomme deur. Ik ben er. Oké, en nu? Marnikker, nu moet je als eerst eventjes op deze portal gaan staan. En dan gaan wij naar een lift toe. Een hele bijzondere lift. Oké, ik ga. Ik ga. Oké, daar gaat hij. En... Let's go! Daar gaan we! Ik ben er! Ik ben er! Ja, ik ben er ook al hoor! Ik ben er gewoon al! Oké, hier zijn we bij een hele bijzondere lift! Oh, dit gaat zo leuk worden! Deze lift gaat als een speer omhoog! Omhoog? Gaan we hier? Als ik hier in de gang ga, ga ik dan omhoog? Ja, natuurlijk is een lift, maar... Hoe gaat dit omhoog? Want ik zie helemaal niks! Moet ik in dat groene gaan staan of ervoor? Nee, gekke, je kan nog niet in dat groene staan! Het is gewoon een lift! Je moet ervoor gaan staan! En dan ga je als een speer omhoog! Oké, dan ga ik wel eerst, oké? Okay? Ja, helemaal goed. Ga je gang. Oké, okay, daar gaat hij. Oké, okay, 3, 2, 1 en... Ah! Oh, ik ben bijna van de trap gevallen hier. Waar ben je nou? Oh, je bent daar al. Je bent helemaal gevallen. Gekkie dat je bent. Oké, okay, nou, we moeten snel naar beneden, want we... Nee, we moeten niet naar beneden, we moeten de andere kant op. Oké, okay, volg mij maar. Maar er staat gewoon iemand. Ja, dat maakt niks uit. We moeten gewoon erachter doorglippen. Oh, jij ziet ons al. Hallo, meneer. Ik ben het Marnikker. Oh, ik ben ook Marnikker. Ja, twee Marnikkers. Kom, we moeten doorrijden. Kom op, tempo maken. Want die politieagenten hier zijn. Ik verwacht niet dat ze ons volgen. Maar dat maakt niet uit. Wat heb je trouwens een irritante stem. Marnikker uit de toekomst. Ja, nou ja. Wacht maar, je krijgt het ook wel hoor. Oké, okay, ik volg je, ik volg je. Waar gaan we helemaal heen? Het is echt een hele route. Zover ik weet was dit niet zo de bedoeling. Nou, Marnikker. Uit de toekomst, uit het verleden bedoel ik natuurlijk. Ga jij maar lekker hier op de tafel staan en lekker wat midden staan. En dan zorg ik dat alles goed komt. Ja, moet ik op het midden staan? En dan? Ja, maak je geen zorgen, dit komt helemaal goed. Oké, okay, ik ga hier staan. In het midden. En dan? Ja, nou. Oké, ik ben door het gebouw heen gevallen. Wat de hel? Ik zei toch dat alles goed zou komen? Het is helemaal goed gekomen. Nou, kom mee, we moeten snel verder. Oké, ik volg je. En welke kant op? Kom deze kant op. Oké, en dan gaan we lopen, lopen, lopen. En waar zijn we dan? We zijn buiten. Voor het politiebureau. Oh, daar staan ze! Kom mee, Marnikker. Marnikker, we moeten gaan. Dit komt goed. Op naar het treinstation. Ken je dat gevoel nou ook, dat je in de sportschool lekker aan het trainen bent en ineens super moe wordt en verlangt naar een lekker sportdrankje? Heb jij dat ook? Nee, ik ga gewoon weg maar. Dat is echt heel gemakkelijk. Daar gaan we dan! Ja, we komen er wel! Ja, maar dit, waar gaan we naartoe met dit dan? Ik kan me niet herinneren dat het politiebureau al zo ver weg was. Ja, maar we gaan ook niet direct naar jouw plekje. We gaan via een omweg, anders vindt de politie waar het allemaal is. Oké, okay, oké, okay, ik vertrouw je. Is het hier? Zijn we er? Ah, zijn we er? Zijn we er? Ja, hier is het, ja. Oké, okay, kom maar mee, we moeten nu hier doorheen. Maar pas op, want er staat iemand. Oké, okay, voorzichtig, voorzichtig. Wat staat hij daar te doen?
Je staat gewoon natuurlijk erg te genieten van deze mooie stad uit de toekomst. Kom, we moeten snel hier door naar beneden. Heel zachtjes, heel zachtjes. Kom op, nu rennen. Oké, ik kom eraan, rennen. Oké. Oh, kom op, Barneke, uit het verleden. We moeten opschieten. Voor je het weet, is het te laat of zo. Pas op, er is iemand. Ja, ik zie ook iemand daar. Oké, hier is het. Hieronder zit het volgens mij. Ja, dat weet ik ook wel, idioot. Ik weet alles hier. Ik hou je al weken in de gaten. Ja, oké, en nu? We zijn hier bij de machine, maar hij is afgezet door de HTC. Ja, het HTC uit de toekomst. Dat zie ik ook. Nou, ik breek het open voor je en ik ga het fixen. Gelukkig ben ik hier en ben ik slimmer dan jij. In de 30 jaar ben je er gelukkig wel slimmer op geworden. Oké, Marneke, ik wacht hier en ik ga het fixen voor je. Wacht hier. Oké, ik vertrouw je. Ja, ik vertrouw je. Ik vertrouw me eigenlijk helemaal niet. Mezelf uit de toekomst. Ik vertrouw mezelf helemaal niet. Wat voor gekke geluiden en herrie komt er nou weer vandaan. Ik hoop dat hij dit kan fixen. Dat ik eindelijk naar Peertje kan en dat alles goed komt. Het is al klaar. Ik ben al helemaal klaar. Nu al? Dat heb je wel heel erg snel gefixt. Ja, nou, je moet erin gaan en red Peertje. En zorg dat ik niet onder het bloed zit. En dat alles goed komt. En dat jij over 30 jaar dus, jij er beter voor staat. Oké, ik ga erin en ik ga zorgen dat dit goed komt. Ik ga zorgen dat alles goed komt. En ik ga zorgen dat ik dus, dat de komende 30 jaar voor mij dus beter zijn met Peertje. En ja, met Neutje hoop ik dan ook wel, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Nou ja, ik moet dus afscheid nemen van mezelf. Ja, we moeten afscheid nemen van elkaar. Ja, oké, afscheid nemen. Oké, dan gaan we dan. Veel succes en maak er het beste van de komende 30 jaar. Ja. Ga ik doen. Ik ga ervoor zorgen. Doe de deuren maar dicht en dan ga ik zorgen dat alles goed gaat komen. Vaarwel, Marneke uit de toekomst. Vaarwel, Marneke uit het verleden. Sluit de deuren maar. Dit is goed geweest. Ik ga naar huis. Dag. Vaarwel. Tot ooit misschien. Oh, dit was raar om afscheid te nemen van mezelf. Maar oké, daar gaat hij dan. De machine, de hele overhaal. Ik hoop dat het werkt. Maar ik heb vertrouwen in mezelf. Daar gaat hij dan. Dus daar gaan we weer. Oké, wat gaat er gebeuren? Dit gaat helemaal mis. Dit is niet goed. Al die geluiden. Die geluiden die hij maakt. Het is helemaal niet goed. De patatje die hebben we achtergelaten. Ook niet goed. Oh nee, wat gebeurt hier allemaal? Waar ben ik nou weer?